Dat het aanleggen van een ijsbaan niet zomaar een 1-2-3'tje is, hebben de initiatiefnemers van de ijsbaan op de Waalkade in Tiel ondervonden. Vanuit Trots op Tiel werd er gezocht naar een geschikte plek om een tijdelijke ijsbaan aan te leggen. In eerste instantie werd gedacht aan de wateropvang in Tiel-Oost, maar dit bleek technisch niet mogelijk. De Waalkade werd vervolgens als volgende locatie bedacht. Daar werd vrijdagavond met een aantal enthousiastelingen gewerkt aan een ijsbaan. Dit gebeurde bij een gevoelstemperatuur van min 10. Vrijdag, vandaag, werd ik gebeld door Roland van Vught, die zei, goh, Tiel Maritiem aan de haven, aan de Waalkade, kunnen we daar niet iets mee, want er komt vorst en moeten we niet iets met die Waalplaat doen. En is dat niet iets voor Trots op Tiel? Ja, en dan zie je dat al die dingen die in Tiel allemaal aan de gang zijn, samen gaan komen. Dus we hebben met een paar mensen van de binnenstad, Gert-Jan van Inge, Wim Verbeek, Richard van Baal van de Merkt en ik, hebben gedacht, we moeten dit samen oppakken. Balken, Harteman heeft voor het zeil gezorgd. De brandweer is door de burgemeester ingeschakeld. En zo probeer je als stad iets snel en vlot voor elkaar te krijgen. Door de harde wind echter bleek het aanleggen uiteindelijk onmogelijk. De uiteindelijke locatie voor de baan is nu de Markt in Tiel geworden. De baan, die niet al te groot is, moest worden aangelegd tussen de opstellingen van de zaterdagmarkt door. Dit is gelukt en zaterdagavond hielp de brandweer met het vullen met water van de provisorisch gemaakte ijsbaan. Nu is Koning Winter aan zet om het ijs te laten groeien. Men hoopt nog steeds dat er maandag in de loop van de dag geschaatst kan worden.